Yo dames en heren, jongens en meisjes, tof dat jullie kijken naar de eerste video op het YouTube kanaal ParoJFNL. En we hebben al gelijk een leuke video voor jullie klaarstaan. Dit keer is het de vuurcollectie categorie 1 van het jaar 2017-2018. Dus de categorie 1 vuurcollectie van het jaar 2017-2018. Laten we beginnen. We hebben hier de knetterballen van Aldi, 60 stuks. Ze zien er normaal uit, zijn gewoon een normale grootte of zo. Maar ja, er zit geen zakje aan de binnenkant. Normaal bij knetterballen zit een zakje, maar misschien kun je het wel horen. Als je goed luistert, het is een soort balletje. En het is, ja, deze dingen zijn niet open te maken met één hand. Oh, hij valt er weer uit. Ze zijn niet open te maken met één hand, dus ja. Maar in ieder geval, ja, we gaan door. Hier hebben we de hyperfonteinen. Ja, 4 stuks. Daarom zijn ze best zwaar, want voor 4 stuks zijn ze 26 gram als hij een beetje scherp stelt dan. Als je daar zin in heeft, nou goed, dan niet. De hyperfonteinen, ja, 26 gram bij 4. Hier hebben we de grondhuilers, 10 stuks, een pakje. Ja, die fluiten best hard. Zekerwerk, Leslie Vuurwerk allemaal. We hebben één pakje met 2 pakjes van. Zijn gewoon, ja, hier zijn er al 2 van afgestoken om te testen. En ja, ze fluiten wel best hard, dus top dingen. Hier hebben we de knetterballen XL. Ja, die werken wel hetzelfde als gewoon normale knetterballen. Alleen ze zijn dan wat groter. Kijk, misschien dat ik hem deze wel met één hand kan openmaken. Ja, dat kan helemaal inderdaad. Kijk, daar zit dan een zakje in met een lontje. En in dat zakje zit kruid. Dat is niet zo bijzonder. Maar de knetterballen XL. XL of XXL, geen idee. Hier hebben we voetzoekers, 4 stuks. We hebben nog flitsers. Hier nog meer knetterballen. En hier nog meer normale knetterballen. Hier hebben we weer een pakje voetzoekers, 4 stuks. Ja, nu kan ik wel laten zien hoe ze eruit zien trouwens. Zo zien ze eruit, als je misschien kan zien. Ja, dat zijn gewoon normale voetzoekertjes, zijn gewoon leuke dingen. We hebben nog een pakje flitsers. Nog een pakje grondbloemen, 20 stuks in zo'n pakje. Ja, wondertollen of grondbloem, hoe je ze ook wil noemen. Ja, dat zijn gewoon 20 stuks. Zijn niet zo grote, maar goed, dat boeit niet. We hebben daar nog 4 hyperfonteintjes van. Dat zijn van deze dingen. Kijk, van deze gewoon. Niet zware dingen. Alleen nog ratellinten, 10 stuks. Ik denk ook wel dat die iedereen wel weet hoe die, hoe die gaan. Zijn zo populair. En dan hebben we hier als laatste nog 2 aansteklanten. Dat is hartstikke mooi. Nou mensen, dit was mijn eerste video op mijn YouTube kanaal. De Kat 1 Vuur collectie van het jaar 2017-2018. De categorie 2 collectie komt natuurlijk ook nog aan. En ja, ik zeg tot de volgende video. En doe een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn YouTube kanaal. En dan zeg ik later.